bizar hoe zo'n stadje helemaal naar zijn gootje gaat, hè? Allemaal dichtgespijkerd. Na 200 meter, bestemming bereikt. Doel bereikt. Zeg maar. Het spookstadje bij Antwerpen. Stekbar of iets dergelijks, Alhusk. Bestemming bereikt, Engelse Steenweg 45. Ik doe. Dit schijnt een oud klooster te zijn geweest. Gesticht. Bizar, hè? Gewoon compleet verlaten. Kerkje. Met de begraafplaats van Doel. Verboden te spelen. Ja, dat snap ik. Nou, dat kerkje zal ook niet meer gebruikt worden, denk ik. Overal bordjes bij. Ik weet niet wat dat inhoudt. Ja. Maar ze maken hier nog wel leuke plantenbakjes bovenin. Samenscholing verboden. Fuck off. Zo bizar hoe zo'n stadje helemaal naar zijn gootje gaat, hè? Allemaal dichtgespijkerd. Niet meer in kan. Het ruikt hier ook heel muf, zeg maar. Ja, nou, het schip. Ik bedoel, het is tenslotte een havengebied hier. Daar woont nog iemand. En hier op een dode parler. Creepy. Ja, er wonen dus nog iets van 20, 25 man hier. En daar houdt het wel mee op. Die hebben altijd geweigerd om weg te gaan, maar ja. Of je nog hier wil wonen, dat is natuurlijk ook wel wat. Ik bedoel, geen supermarktje, geen helemaal niks. Wel huurfietsen. Alleen fietsen. Een
bizar plekje dit. Hé. Een FJR. Verlaten bushalte. Later, als de vele mooie herinneringen de plaats van mijn verdriet hebben ingenomen, zal ik misschien kunnen verwoorden wat ik nu enkel met tranen kan vertellen. Oké. Ja. Verboden in te rijden, ja. Controleerde het allemaal. Hè? Daar wonen nog mensen, bij die camper. Ook behoorlijk vergaan, hè, allemaal. Vissersstraat. Ik heb het idee dat de kerk nog wel redelijk intact is. Dat ziet er nog niet zo vervallen uit, zeg maar. Hier restaureren wij een historische plek. Oké. Volgens mij is het hele dorpje hier inmiddels een historische plek. Dus in 1963, als ik me niet vergis, is het plan gevat om dit dus bij de haven aan te trekken. Recht voor je zie je de dijk naar de Schelde, bij de Schelde. En links heb je dan de kerncentrale. En rechts heb je de haven. Nou, dit ligt er precies tussenin, dus dit zouden ze dan daarbij aantrekken.